Fleekie op reis. We zijn in Indonesië, op het eiland Java. Het kloppende hart van Indonesië. Naast grote metropolen heeft dit eiland ook zeker prachtige natuur en is het rijk aan heel veel cultuur. Het is het meest dichtbevolkte eiland van Indonesië met maar liefst 145 miljoen inwoners. En slechts 3 keer groter dan Nederland. De meerderheid van de Javanen is moslim. Maar daarnaast zijn er ook veel Javanen christelijk, hindoeïstisch of boeddhistisch. Ik ga op pad naar een van de grootste boeddhistische heiligdommen ter wereld, de Borobudur. Het complex ligt op ongeveer een uurtje rijden van de stad Yogyakarta. En vandaag is het wel een hele bijzondere feestdag. Vandaag is het Vesakdag, oftewel Boeddhadag. En op deze dag vieren de Theravada boeddhisten de geboorte, de dood en de verlichting van de Boeddha. Duizenden pelgrims vanuit Indonesië en omliggende landen zijn juist naar deze plek toegekomen om deel uit te maken van de bijbehorende ceremonies en rituelen. De dag begint bij de Mendut-tempel. De processie met duizenden boeddhisten lopen gezamenlijk 2 kilometer naar de Borobudur. Zij brengen verschillende offers met zich mee en zullen de gehele middag met elkaar mediteren. Straks sluit ik de Boeddhadag op een wel heel bijzondere manier af. Maar nu eerst over naar Kirsten, die de stad Yogyakarta induikt. Jakarta is de hoofdstad, maar Yogyakarta is de culturele stad van Java. Door vele universiteiten is dit een bruisende studentenstad die relaxed aanvoelt. Net als de Javaanse cultuur. Jalan Malio Boro, dat is hem. Onthoud die naam, want dat is deze drukke winkelstraat waar je superveel leuke souvenirs kunt kopen. Heb je ook ruime keuze uit vele restaurants en local street food. En het traditionele gerecht uit Jogja is nasi gudeg. Het wordt gemaakt van stukjes jonge, onrijpe broodvrucht dat enkele uren met palmsuiker en kokosmelk wordt gekookt. Dit kan of heel goed gaan, of heel fout. Maar we gaan het proberen. Ja, het smaakt echt naar kokos. Zoetig is het. Je denkt dat dit vlees is, maar het is het niet. Is het nou lekker of niet? Het is niet vies, het is ook niet heel lekker. Maar het is leuk om een keer geproefd te hebben. Dat wel. Het leukste vervoersmiddel in Yogyakarta is een becak. Waar je voor 2 euro 10 minuten verder wordt gebracht in het centrum van de stad. En ik ga naar een bijzondere plek, Taman Sari. Dit waterkasteel was ooit het badhuis van de sultan. Deze plek kent een bijzonder verhaal. In dit zwembad werden mooie vrouwen uitgenodigd om lekker te zwemmen en te relaxen, zodat de sultan vanuit zijn torentje daarboven zorgvuldig zijn nieuwe vrouw kon uitkiezen uit zijn eigen vijver. En de vrouwen die vonden het een voorrecht om hier te zijn,
want het was dé kans om prinses te worden. Het is tijd voor een leuke uitdaging. Dat zijn de Bayan Twin Trees en ze schijnen mystieke krachten te hebben. Als het mij lukt om vanaf hier in een rechte lijn tussen de ruimte van de bomen te lopen, geblinddoekt, dan betekent dat ik een puur hart heb en dat één van mijn wensen zal uitkomen. Laten we dat eens proberen. Hoeveel vingers steken we op? Twee. Ja, nog een keer. Hoeveel vingers steken we op? Eén. Kidoelplein is er 's avonds veel te beleven. Maar het leukste is toch wel rondrijden in deze bling-bling trapauto's. Van deze disco gaan we terug naar Lyon bij de Borobudur-tempel. Borobudur is een gigantisch bouwwerk waar tienduizenden mensen aan hebben gewerkt in de 8e eeuw. Het is eeuwenlang vergeten en pas in 1814 weer herontdekt. Borobudur ligt midden in het oerwoud. Bomen en planten groeien hierdoor razendsnel, wat ervoor heeft gezorgd dat dit heiligdom zo lang kwijt was. Wat een fantastisch mooie plek is dit toch. Het best bewaarde geheim van het boeddhisme. En dat te bedenken dat dit eeuwenlang verstopt is geweest in deze jungle. Het hoogtepunt van het evenement is hier. We gaan zo honderden wensballonnen de lucht inlaten. En dat staat in het teken van vrede en verlichting voor het hele universum.